Oh my god, het is een... Oh my god! Jongere mensen, super duizend jullie kijken deze gloednieuwe video op mijn kanaal, Games Real. Vandaag gaan we kijken naar mensen die super domme dingen doen met dure spullen, a.k.a. dure fouten. Dus dit wordt echt waarschijnlijk insane grappig om naar te kijken. Waarschijnlijk ga je echt het gevoel hebben, als ik dit had gedaan, dacht ik echt van shit, ik zou dit echt fucked up vinden. Dus ik heb een super leuke video gevonden natuurlijk waar we naar gaan kijken. Dus hopelijk hebben jullie er zin in. Vergeet natuurlijk niet zeker even te abonneren op mijn kanaal, dat zou super dope zijn. Deze video een duim omhoog te geven en natuurlijk mij even volgen op Instagram en TikTok. Dat zou super dope zijn jongens en we gaan gewoon in de video duiken. Let's go! Oké, iets met... Oh, het is allemaal cola, gast. Oh, shit. Oké, op zich... Het kan duren. Dit valt nog wel mee. Het is wel fucked up, maar... Hè? Dat gebeurt wel vaak. Oké, what the fuck? Wat is dit? Oh, die... Oh my god. Oké, ik weet niet of jullie het zagen. Oh my god, er staat gewoon een iMac op dat bureau. Hier, let op. Hier, wacht. Oké, je kan het niet goed zien. Maar je ziet hier een Apple... Dit is een iMac, ouwe. Oh my god, als die er vanaf flikkert... maar sowieso staan er allemaal computers en shit. Oh my god, what the fuck. Een boom. Oh, die paal, holy shit. Oké, ja. Waarschijnlijk is dat, ik weet niet hoe het in Amerika is, maar van de gemeente, I guess. Oh my god, maar dit is zo dom. Dit is gewoon dom. Dit vind ik letterlijk niet eens erg om te kijken. Dit is gewoon stupid van die guy. Ja, in het water alsnog. Oh ja. Deze guy had letterlijk al, weet ik veel hoe vaak, die mobiel op zijn voeten en weer omhoog gedaan. Echt genoeg. En alsnog gaat hij ermee door. Terwijl hij al het had gedaan, zeg maar. Wat letterlijk gewoon genoeg was. En ja, als hij gewoon eerder gestopt was, had hij die telefoon nog gehad, man. Maar je weet natuurlijk niet of die echt is of nep. Oh my god, was dat een dikke Mercedes volgens mij, die auto, man. Wat er achterop is. Gebeurt er iets met die auto? Oh shit, die hele... Oh my god, kan hij nog inkomen? Oh shit, oh my god. Op zich viel het nog wel mee qua schade, denk ik. Die auto leeft ook nog. Een drone. Dit gaat altijd fout. Wat gaat hij doen? Oh my god. Tegen een bord aan. What the fuck? Ik dacht tegen een boom of zo. Oh, die vaas. Oh my god. die zooi flikkert er ook zo droog uit. Dat was gewoon grappig. Dat was gewoon grappig. Wat is dit? Oké. Ja, waarschijnlijk. Oh... Oh my god, ik wou zeggen letterlijk. Waarschijnlijk valt de schade wel mee. Niet zo erg, die kerel valt heel rustig om. Misschien die auto daar een beetje. En dan gebeurt dit. What the fuck. Oké, dat was... Daar had ik echt niet verwacht. Oké. What the fuck. Oké, dat is zo... Holy shit. Inderdaad, dat is een duur foutje. Ik wil die nog een keer zien, man. Oh my god, die bliksem was fucking ziek, gast. Oh my god, echt dat vuur. Alles vliegt eraf. What the fuck? Ik weet trouwens niet waarmee het is opgenomen, maar de timing dat dit gefilmd wordt is wel even dikke props. Waarschijnlijk iets van een camera, een beveiligingscamera of zo. Ja, een lamp. Een typische lamp. Ja, die kennen we. Haha, fucking klote, man. Oh my god, het is een... Oh my, wat? Oh shit, die kinderen zitten gewoon in... Ja, een soort van mediamarkt noem ik even in Amerika of zo. Zo'n draadje, zo'n veiligheidsding. Of dat de iPad niet wordt gestolen. En die kinderen trekken dat ding eraf en hebben gewoon een gratis iPad. Wacht, is dit de mediamarkt trouwens? Natuurlijk, de mediamarkt heb je ook... Heb je die ook in Amerika? Ik weet het niet eens. Volgens mij niet. Ja, een drone. Een typische drone. One. Oh my, waarom zou je dit doen, ouwe? Oh shit, zit er ook een deuk in? Ja, er zit ook een deuk in die auto. Oh mijn god. Hele deur naar de getver. En ja, doei MacBook. Yo, de groeten. die mensen zitten ook een soort van Vine, a.k.a. funny compilatie te kijken. Ze zitten zelf in zo'n ding. Ja, oké, dit is gewoon expres, man. Dat zie je gelijk. Yo, en hij zinkt. Oh, wat prachtig. Ja, de rip MacBook. Waarschijnlijk was hij al kapot. Anders hadden ze het sowieso niet gedaan. Oh mijn god, gast. Hoe kan je niet bedenken om dat doosje zo open te doen? Of überhaupt even op een bureau neer te leggen? Waarom moet je dat nou weer zo onhandig openmaken? Mensen, denk gewoon na. Dat is gewoon niet zo slim, man. Een quad. De zwet, jongens, een quad. Oh my god, in een fucking auto. Are you okay? Op besef dat die guy... Wow, gast. Holy shit, kijk die schade. Dit is duur. Dat is echt duur. Die schade, dat is echt fucked up voor je auto, man. Holy fuck. Gaat ze nou ons doorspoelen?
Oh shit, ik dacht... Maar, oh, die telefoon bleef al liggen. Ik denk al, hoe komen ze aan die beelden dan? Oh shit. Oh my god, dit ben ik na een Fortnite-opname. Oh, 100%. 100%. Ah, het lukt me niet. Hé jongens, moet je mij zien? Hop, krats. Oh my god. Oh my... Besef, dat zijn PC. Die zat gelukkig wel in zo'n hockey. Dus dat is niet echt gevallen. Want dat is het duurste waarschijnlijk. Maar die monitor en die fucking toetsenbord en dat bureau... Nou, dat is fucked up. Hé, hey, what the fuck? Die auto is al kapot. Oh shit, ja, je ziet alleen een stuk sneeuw. Wat... Oké, okay. Oh my god. Amerika, fucked up. Als dit ooit in Nederland gebeurt met je huis... Oh my god, gast. Je staat gewoon toe te kijken hoe je huis in de grond zakt. Gewoon, what the fuck, ouwe. Holy fucking dikke boom. Oh my god. Je hoorde een kettingzaag, dus ze hebben het expres omgezaagd. What the fuck, ouwe. Bereken die shit gewoon, man. What the fuck. Je wat? Maar hij heeft wel een goede bierverzameling daar staan. Oh, dat is, oh, er gaat iets mee gebeuren, jongens. Oh my god. Huh? Hij gooit die... Oh. Deze ken ik al, deze ken ik al. Ook deze weet ik niet of die echt is. Ik weet niet. Ik vind deze man veel te nonchalant kijken naar wat hij aan het doen is. Kijk, hij kijkt expres naar beneden. Wat? Dat is zo opvallend. Kijk, oh, ik zie hem echt niet hoor. En die, dat kindje, pot. Rip iPad. Ja. Oh. Oh my god, zo'n camera. Ik geloof echt dat dat echt duizenden euro's minimaal is. Oh shit, hele schutting naar de pleuris. Lekker man. Oké, wat gaat hier gebeuren? Een soort bouwmarkt of zo in het magazijn? Wat doet die kerel met zijn hand trouwens? What the fuck gaat er... Ik weet niet waar... Oh my god, oh ja. Oh, rip je schoenen... hier is een schoen is helemaal donker en die andere wit. Ja, ik weet niet of het heel duur was, maar ik geloof dat het wel sowieso wat geld kost. Een raam, oh ja, lekker man. Ik snap ook niet dat ze het... What the fuck? Oh, dat had ik niet verwacht. Oh, oh shit. Dit is gewoon grappig. Maar dit... Die telefoon overleeft het sowieso. Rip die taart trouwens, dat wel. Oké, die was wel leuk. Ai, dikke backflip. Nee, oh, die drone. Oh ja, kut, ik was... In het water. Oh, wat lekker. Oh. Huh? Nee, die camera deed het nog wel trouwens. What the fuck? Ja. Oké, dat is... Oh, dat is zo'n airsoft gun. Die is wel ziek, ouwe. Wat heeft hij ge... Oh my god. Hij heeft sowieso op zijn raam geschoten. 100% er zit een barst in zijn raam of zo. And I shot at my computer screen. Oh my god. Oh. Hij schiet zijn fucking monitor kapot. Ik dacht een raam of zo, maar oké. Okay. Oh ja, dat is kut. Oh shit! De hele BMX klapt in de fucking car. What? Oké, dat is best wel ziek. Holy fuck, dat is gewoon apart of zo dat dat kan. Die schutting. I call it. Die schutting staat er zo bij van, yo, pak me maar met zo'n tak. Let maar op hier. Huppakee, yep. Oh, en dat hockey ernaast. Let's go, man. Ja, die mag je ook even... Oh shit, een dikke vleugel. Wat is dat? Een echte vogel? Nee, het is een neppe vogel. Oh, en die vliegt hier niemand. Oh, dit. Ja, die dat is een robot. 100% dat die echt duur is. Zo'n robot. Hoe heet het? Vliegtuig, wou ik zeggen. Vogels. Die man valt ook zo slow neer, hè. Wat een prachtvent. Krak, die klapt in elkaar. Let op. Oh, ik wist het gewoon, man. Oh shit. Oh, vrouw. Vrouw aan het stuur, bloed aan de muur. Ja, ik zou even een ding uitleggen, want ik denk dat dit heel veel uit Amerika komt. Maar in Amerika heb je volgens mij weinig of geen rijlesscholen, zeg maar. Dus dan moet je dat leren van je ouders. Maar ja, je hebt natuurlijk niet zo'n auto met gas en rem en dat soort dingen. Koppeling allemaal ook rechts zitten, zeg maar. Dat heb je dus niet zoals in een lesauto. Maar ik denk dus dat dit de dochter van hem is en dit gaat fout, jongen. Oh... Ik zie die chick ook stressen, jongen. Ja, fuck, daar hebben we niet gezien wat er gebeurt. Oh, jawel, wacht, dat gaat verder. Oh my god. Mens, rij hem gewoon achteruit. Ja, vrouw aan het achteren zit bloed aan de muur. Oh,
Deze guy die daar rechts, die saves een biertje en zichzelf. Prachtig, gozer. Applausje voor die guy. What the fuck? Oh, rit trouwens hun telefoons of wat dan ook of zo, weet je wel. Oh, wat kut. Het lijkt wel een soort Nederland. Of niet? Ik weet niet. Wat doet zij nou dan? Wacht, ze staat... Wacht, ik wil dit nog eens zien. Zij staat op die kade. Ze staat gewoon veilig. En wat doet zij? Oké. Sorry, maar niet elk mens is slim zo te zien. Godsamme, wat de fuck doet zij nou weer dan? Alright boys, we hebben natuurlijk super gouden video's gezien jongens. Dit was super grappig jongens. Nou jongens, willen jullie vaker zien dat ik op video's ga reageren? Laat dat door middel van een like achter natuurlijk. Want ik vind het super leuk om te doen. Ik hou sowieso van internetfilmpjes. Ik ga er altijd geniaal om. Dus ja, ik vind het gewoon super leuk om te doen. Natuurlijk, Fortnite blijft sowieso komen. Maar ik wil het soort van afwisselen. Dus om de dag bijvoorbeeld een reactievideo. En om de dag een Fortnite video. Zodat we natuurlijk dagelijks kunnen uploaden. Maar wel af en toe een iets anders ertussendoor gooien. Dus hopelijk hebben jullie daar zin in. Vergeet dan zeker weer op een like knop te drukken. Te abonneren op mijn kanaal jongens. En volg me natuurlijk ook even op Instagram en TikTok. Dat zou super doof zijn. En jongens, bedankt voor het kijken. Thanks for the love jongens. En ik spreek jullie morgen bij een gloednieuwe video. Later mensen.